uit, uit. Oh, hij rookt, hij rookt. En dat is niet goed voor de auto. Auto! Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Enkie en nou, welkom. Vandaag heb ik toch iets zo super speciaals voor jullie bedacht. Het is echt heel mooi. Maar eerst, jullie zagen het waarschijnlijk net al. De auto die hier nu staat, wat zeg maar, ik had een plan om deze leuk te gaan monteren. Maar het ging een beetje fout. En toen oplofte de voorkant, toen begon het te roken. Verder was hij al een beetje stuk. De achterkant die is trouwens ook niet echt goed aan toe. Geen idee hoe dat komt, joh. Heb ik echt niet gedaan, hoor. Maar goed, kijk eens. De koffie zit er gelukkig nog in. Die is nog veilig gesteld. Koffie, dankjewel. Maar ik heb zo'n leuk idee wat ik met deze auto wil gaan doen. Maar ik heb even de brandblusser gepakt. Want jezus, dat begon hier ineens te roken. Ik denk, dat kan toch niet? Dus even blussen en zo. Maar volgens mij is er geen vuur ontstaan. Vast omdat ik op tijd was. Ah. Oh. Oh, daar heb ik dus al mijn appels gelaten. Ik dacht, dan waar zijn mijn appeltjes gebleven? Kijk, kijkers, Tos, dat is een erewoord aan Toos. Alleen, blijkbaar schrijf je Toos met twee O'en. Wie heeft dat nou bedacht? Ik dacht dat Toos dus met één O van opa Toos, weet je. Maar blijkbaar schrijf je dat met twee O's, dus Tos is niet goed. Mijn fout, ik dacht dat je Toos met één O schreef. Maar goed, kijkers, het plan voor deze video. Het is een grandioos plan. En dat ga ik jullie vertellen. Maar voordat de video begint wil ik jullie wat vertellen ook. Of heb ik dat al gezegd? Zeg ik nou twee keer hetzelfde? Nee, toch? Maar dat wilde ik even hier op het dak doen, want het leek me wel leuk. Gewoon op het dak zo. Kan je een beetje kijken naar mijn erf en zo. Ah, misschien kan ik zelfs freerunnen. Wie weet is dat wel heel... Auw! Ah! Ah! Ah, we gaan weer puiken, hé! Maar goed, kijk eens. Laatst vroeg ik aan jullie van... Hey, hoe kan dit? Hoe is dit ontstaan? En toen heb je allemaal zelf wel geabonneerd. En we zitten nu op de 82.700 abonnementen. En wow, hé, wat zijn dat er veel. Maar wat ik wil... Hé, wat Toos? Maar wat ik wil, ik en Kiotum de derde, is dat we de 100.000 abonnees halen voor 2021. Dus kunnen wij dat allemaal? Abonneer of ik eet je donuts. Nou, dat gaat allemaal wel gebeuren. Ah, waarom spring ik toch altijd van dingen af? Dat lukt me nooit. Oké, kijk eens, maar jullie hebben het vast wel aan de titel gezien of aan de thumbnail wat ik vandaag ga creëren. En het is zo ontzettend prachtig. Roy die heeft namelijk een nieuwe auto en ik dacht, weet je Roy, die kan ik ook hebben hoor. Je bent niet zo... Mooi doen met je auto, want ik ga filmen. Ik ga hem exact hetzelfde maken. En misschien dat ik hem ietsiepietsi anders maak. Misschien een andere kleur. Nee, hij moet wel rood, toch? Hij wordt in ieder geval heel snel en heel mooi. Dus we moeten deze auto even naar binnen krijgen. Het enige probleem is dat... nou, je gokt het vast al. Hij rijdt niet meer. Hij rijdt niet meer, hoe kan dat nou? Dus dan moeten we maar even naar binnen duwen. Ik monteer hem wel gewoon hier buiten. Dus eerst moet hij even gerepareerd worden. Even de deuken eruit. Even een nieuwe volg... Weet je wat, ik monteer wel gewoon een hele nieuwe versie. Want deze is gewoon helemaal kapot. Tot zo, kijkers. Zo, oké, dan nog één laatste ding. Zo. Hé, hey, nu zit er weer een post in. Oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Ah joh, dat maakt niet uit. Ik ga hem toch nog mooier maken dan dit. Oké, kijkers. Het eerste gedeelte is goed gedaan. Hij is gewoon weer helemaal gerenoveerd. Ik heb de koffie erin gelaten. Ik dacht, dat is wel heel belangrijk. Gaan we hem nog mooier maken. Want het moet een beetje lijken op Roy's Audi R8. Want ja, dat vond ik wel heel mooi om te doen gewoon, weet je. Dus we moeten een beetje een rode kleur hebben. Even kijken of ik nog de rode spray heb en zo. En er moet een beetje oranje overheen en zo. En misschien een beetje... beetje roze erin. Beetje groen erin. Zie je, is dat wel leuk? Goed, ik heb alles staan. Ik heb hier nog extra benzine. Ik heb hier nog tonnen. Kijk, hier zit met deze tonnen. Hier zit mijn roze verf in. En daar zit mijn groene verf in. Maar ik heb niet zoveel rode verf eigenlijk, hè. Maar ik kan wel vast wel wat fixen. Kijk, dus we gaan hem eerst monteren. Dan houden we hem even de kleurloze kleur die hij nu heeft. Dat vieze chroom. En dan gaan we hem daarna gaan we hem nog een keer kleur geven. Oké, tot zo! Oké, kijk eens, zijn jullie er klaar voor? Ik heb hem even gemonteerd, hij heeft nog niet de kleuren en zo, maar ik heb gewoon zo'n bepaalde manier deuken erin gecreëerd, dat hij zo mooi is. En daar komt hij in 3. Hey Toos! 2, 1, bim! Daar staat hij! Ah, kijk nou hoe mooi die is, qua vormen en zo. Ah, wat is hij prachtig, hij is alleen nog niet de goede kleur qua... Ja... Qua alles, qua kleur gewoon, dat moet nog. Maar voor de rest is hij toch zo ontzettend mooi. Hij is ook nog niet zo snel. Kijk, dat is nou het dingetje. Ik heb hem wel gemonteerd, maar ik heb eerst de vorm gemonteerd. Dus als ik er nu in ga rijden, hij maakt wel een leuk geluid. Alleen, ja, hij is nog niet zo snel, weet je. Die Audi R8, ja, weet je, die is uit zichzelf natuurlijk gewoon heel traag. Wat heel logisch is. Het is helemaal gewoon een hele trage auto. Dus hij moet eigenlijk nog een beetje een Henkie Boost... effectje erop gecreëerd hebben, weet je? Dus dat gaan we ook even doen. We doen nu een klein testritje. Maar ja, dit is net niks. Dit is alsof ik in een hele stomme, slomme auto rijd. Dus laten we hem even cool monteren. Met een mooie kleur en de snelheid eraan toevoegen. Gaan we gelijk doen. Zet hem gewoon hier neer zo.
Hoppakee, stappen we uit. En dan gaan we monteren. Zo, oké. Kijk, kijk eens. Daar zie je de spraybus al liggen. Zo, jezus, hé. Wat een moeilijke kleur heeft Roy helemaal op zijn Audi. Dat ik dat helemaal na moet bootsen, zo, hé. Maar het is me gelukt. Ik ga me jullie laten zien. Daar staat hij. Bim! Kijk. Oh, wat mooi, hè. Oh, wat is het toch een prachtige kleur. Ik heb hem helemaal na moeten bootsen. Qua kleur natuurlijk. Het is een soort rood wat er overheen zit. En dan heb ik een soort oranje extra golf aan kleur eroverheen gedaan. Die zie je alleen in bepaald licht. Hoe mooi is dat? Ik weet niet of het hem helemaal is. Volgens mij wel. Ik vond hem in ieder geval heel mooi. De wielen zijn mooi zwart en zo. Kijk, hij wordt uiteindelijk later in deze video nog mooier. Kijk eens, vertrouw me. Maar goed, hij is nu ook een stukje sneller. Dus ik ga even aan jullie laten zien hoe snel die is op de baan hier beneden bij het water. Oké? En ik heb vandaag wat tests klaarstaan die deze auto moet doorstaan. Het is alleen een echte auto als hij de test kan doorstaan. Oké, kijk eens, daar zijn we dan. Ik hoop dat hij het goed doet. Maar hij is natuurlijk nog niet helemaal uber super snel. Maar hij is wel heel super snel, dus dan gaan we in 3, 2, 1. Oh ja, hij is wel heel snel. Hij is misschien toch iets sneller dan ik had verwacht. Oké, de bocht maken. Hoe goed is hij de bochten? Wow! Ah, kijk eens. Ah, ik ben vergeten een heekje veiligheidsrem erop te doen. Hij is nu weer helemaal stuk. Zo, hé. De laatste klap is erop gegeven. Hij is er helemaal in elkaar gezet. Gelukkig heb ik mijn super monteerkit bij me die ik altijd overal kan gebruiken. Maar goed, we gaan het nog een keer proberen. En let's go. Ik ga niet eens meer aftellen. Oh, eerst even kijken. Dit is pure snelheidstest. Kijk, dus we gaan nog veel meer doen vandaag. Oh jee. Oké. Hij is goed in de bocht. Hij is goed. Zo, hé. De wegligging, die was niet helemaal accuraat. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt allemaal niet uit. Oké. Nou, hij komt best wel vers zo. En dan misschien dat hij... Auw. En kinotrem, die werkt in ieder geval wel. Moeten we nog één dingetje testen? Auw. Nou, oké, dat werkt gewoon. Oh, nee, dat meen je niet, hè. Oh, waarom gebeurt mij dit altijd, kijk eens. Oh, jee. Nou, hij is in ieder geval waarschijnlijk waterproof. Oké, kijk eens, dat werkt in ieder geval heel leuk. We gaan nu de volgende test doen, die kennen jullie ook. Dat is de stad. De test door de stad. Hoe goed kan deze auto zijn snelheid beheersen door de stad? Dus dat gaan we even testen. En dan gaan we. Daar komt hij in 3, 2, 1. Ik was al aan het rijden. Ik wil verder aftellen. Oh jee. Oh jee, wat is hij snel. Oké, hij beheerst hem goed door de stad. Een kinodrem. Oké, prima zo. Hou hem akkoord. Hou hem op de weg. Oké, hij vliegt een beetje rond. Zien dat we hier de bocht kunnen maken. De bocht kunnen we niet maken. Maar wel de landing. Bam! Kijk, dat kan je nou met deze auto, hè? Hoppakee, zag jullie hoe Henkie dat deed? Hoe goed ik dat deed? Dat zijn nou de echte Henkie tactieken. Zo off-road doet hij het ook wel goed, hoor. Even kijken, hoor. Ja! Bam! En we zijn klaar om te tanken. Even tanken, hoor. Zo, dop er weer op. Hoppakee. Nou, helemaal top. Kijk eens even bij kunnen tanken, hoor. We gaan de volgende test doen. Nou, daar zijn we weer. We gaan de test doen. Deze test die gaat erom hoe hoog deze auto kan vliegen. En wat voor landing die maakt. En wat voor trucjes die allemaal in de lucht kan. Zonder dat het fout gaat. Dus ik ben heel benieuwd. En dan gaan we. Hij zit hier om de hoek. Als ik de bocht maak, dan zit hij er gelijk. Ik ben benieuwd. Hij is wel heel laag. Dus misschien dat het niet gaat lukken. Maar we gaan het zien. Dus we gaan het gewoon proberen. Hij zit hier om de hoek. Kijk eens, hij zit hier om de hoek. De auto is best laag, dus ik hoop dat hij de jump kan maken. Dan gaan we. 3, 2, 1. Ja! Wow! Hij vliegt veel hoger dan de laatste dingen die ik heb gedaan. Wat is het prachtig hier. Auto! Nee! Auto, kom terug! Ik moet erachteraan vliegen. Dit ga ik halen. Auto, ik kom je redden. Dat maakt niet uit. Ik kom je gewoon redden. Auto, ik hoor je al brullen. Waar ben je? Autootje, waar ben je dan? Daar staat hij. Hij is wel op zijn voetjes geland, hè? Paal. Vloer. Je bent op je voetjes geland. Wat goed. Nou, dan krijg je een goed cijfer voor, hoor, voor deze test. Je gaat hier een fenomenaal cijfer voor krijgen. We gaan het wel nog een keer samen proberen. Want je krijgt wel minpunten voordat je me achterliet. Maar verder deed je het echt heel goed. Dus ik wil even kijken hoe je het doet als ik er nog in zit. Dan heb je natuurlijk een beetje een groepsdruk, hè. Oké, dan gaan we kijken. Daar gaan we. We zijn weer onderweg. We gaan het nog een keer proberen. Deze keer heb ik mijn riem wel omgedaan en de deuren wel op slot. Zodat ik hem echt geen mogelijkheid uit kan vallen. Zodat ik er met geen mogelijkheid uit kan vallen. Daar gaan we. Ja! Oh jee. Dit was helemaal niet de planning. Kijk eens. Maar dit vind ik ook een goeie. We stoten er tegenaan. Hoe ga je landen? Wat een landing. Dat was toch fenomenaal weer. Kijk eens. Hij landt ook lekker in het gras waar hij extra zacht kan landen. Zodat de wieletjes geen pijn doen. Maar hier zie ik nog een sprongetje. Wat is dit? Ga het gewoon nog een keer proberen. Dit is wel heel hoog, hé. Wat prachtig dit. Autootje, wat doe je dat goed. Maar, autootje. Auto, je moet wel landen. Auto, waar ga je nou heen? Niet in het water weer, hè. Nee, water!
Oh, waarom overkomt mij dit elke keer? Nou, weet je wat? Ik ben blij dat ik hem heb gemonteerd waardoor hij tegen water kan. Ik vind het wel heel eng, maar het werkt allemaal prima. Misschien kan ik over de bodem rijden. Nee, oké, dan zit hij vast. Nu moet ik hem er maar uitkrijgen. We gaan hem eruit kijken, zo komt hij. Zo, hé. Oh, we hebben hem eruit gekregen uiteindelijk toch. Ik heb toch een motor-update gedaan waardoor hij eruit kon, kijkers. Maar jezus, hé, wat een topding. Oh, er is nog één test die gedaan moet worden. We moeten naar een hele specifieke berg. Berg Danger voor de kapotheidstest, de veiligheidstest. Hoe goed kan deze auto tegen veiligheid? We gaan erachter komen. Daar zijn we, kijkers. We zijn met de auto hier naar boven gekomen met de gondel. Die gondel die komt van hier. En daar is hij. Danger. Dus ik ga even uitleggen wat de test is. Ik heb hem al een paar keer gedaan. Oh, maar toch is het handig dat ik hem nog een keer laat zien. Oh, dit is niet goed voor het autootje, hoor. Jij moet weg! Oh, nee, nee. Oh, dat was heel dichtbij. Oh, ik viel er al bijna helemaal af. Jezus, wat schrok ik. Oké, kijk eens. Daar staan we dan. Op de berg van Mount Danger. We gaan er deze keer niet afvallen. We gaan gewoon op het randje staan. De test is dat ik met de auto heel hard aankom rijden. En dan zo ver mogelijk vliegen. Kijken hoe ver die kan vliegen. En of ik de landing helemaal ga halen. Ik ga er deze keer niet afvallen. We gaan kijken hoe ver de auto kan komen. En of hij helemaal veilig naar beneden kan komen. Met mij er nog in één gedeelte in. We gaan het zien, kijkers. We gaan hem proberen te testen. Even kijken. Oh, ik vind deze altijd zo spannend op Mount Danger. Ah. We gaan het proberen, kijkers. In 3, 2, 1. Ja! Oké, daar gaan we. De test. De test. Het is heel belangrijk. Oh. Oké, die landing is goed. Deze landing is ook goed. Oh, ah, die is iets minder. Die deed best wel pijn. Ah, maakt niet uit. Maakt niet uit. We moeten doorgaan. De test. Deze test is heel belangrijk. Hoe veilig komt hij beneden? Hoe veilig? Oh, oh nee. Oh jee. Dat is verkeerd. Foute boel. Oh, oké. Oké. Oh, we gaan door. We moeten doorgaan. Deze test is belangrijk. Deze test is heel belangrijk. Brengt hij me veilig beneden? Ah. Jezus, ik krijg wel hoofdpijn. Oké, kijk eens. Dan gaan we verder. Ik denk dat we nu op een rustig pad zijn. Ik denk dat we op een rustig pad zijn beland. Ik denk dat we heel rustig pad zijn beland. Oh, wat fijn dit. Auw. Oh, dat was minder fijn. Ah, oké, nou. Ik moet zeggen, Mount Danger, je bent altijd de moeilijkerd. Oh, jee. Oh, jee. Oh, jee. Oh, jee. Oh, 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 auw. Oh, oh, we gaan nog verder. Oh, en hoppakee. Het eindpad hebben we behaald. We hebben het eindpad behaald. Wat heeft hier trouwens, hé? Het is overal een beetje mistig en zo. Oh, dit is altijd het succesvolle gedeelte van Mount Danger. Oh, kijk eens, het is me gewoon gelukt. Oh, wat heeft weer, hé? Is hier altijd aan dit gedeelte van de stad? Het is niet eens stad meer. Oké, dat was succesvol. Het enige wat ik nu nog wil doen is... hij is wel vies geworden, hé? Dat vind ik wel jammer. Hij krijgt wel een goed cijfer. Hij heeft me veilig naar beneden gebracht van de berg. Wel met heel veel chaos en zo. Maar het enige wat ik nog wil doen... Ik weet nog een manier waarop ik hem misschien ietsie-pietsie sneller kan maken. En niet tegen Roy zeggen, maar ook ietsie-pietsie mooier. Dus laten we terug gaan naar de garage. Dan ga ik het laten zien. Oké, kijk eens. Daar zijn we dan. We zijn weer terug hier. Leuk. Ik ga nog één klein dingetje doen. Ik ga het gelijk doen. Ik ga geen tijd meer rekken. Er zat een woord. Dus hey, Toos. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ik heb hem ietsie-pietsie mooier gemaakt. Waardoor hij waarschijnlijk nog ietsie-pietsie sneller is. In 3, 2, 1, bing! Daar staat hij weer! Dit is toch zoveel mooie, kijkers. Ik wil nou niet zo'n auto als deze. Ik vind dit toch prachtig, jee. Kijk nou, wat een contourkleuren. Kijk, als je in de zon kijkt, zie je zelfs dat er een beetje groen vanaf springt, weet je. Volgens mij niet helemaal, maar het idee is het. Groene wielen, roze buitenkant, groene interieur. Kijk dan even wat een interieur erin zit, hé. Oh, die groene stiksels overal. Dat is toch prachtig, hé. Zo wil iedereen zijn auto hebben, zoals dit. Hij is nu nog iets sneller, kijkers. En er is maar één plek waar ik de ultieme snelheid kan testen nu van deze auto. En daar gaan we gelijk heen. Oké, daar zijn we dan. We zijn bij het vliegveld. Open nu! Daar gaan we. We gaan de ultieme Hankyboost button gebruiken. Want die heb ik er gelijk nu in gemonteerd. Met Hankyboost button en al. Oké, kijkers. Daar gaan we. In 3, 2, 1. Let's go! Oh, boost button! Oh, wat is hij snel. Oh, hij is nu al heel snel. Oh, wat gebeurt er? Oh, wat is hij snel. Oh, jee. Oh. Oh, hij stijgt op! Hij stijgt op! Dit had ik ook nooit verwacht, kijkers. Oké, hier heb ik voor geoefend. Hier heb ik jaren voor geoefend. Wow, hij gaat zo snel dat hij op zou. Dan moet ik ook wel omhoog krijgen. Zo, hé. Kijk eens wat een prachtig iets dit, hé. Dit had ik niet verwacht dat hij zou vliegen zoals dit. Oh, maar we moeten hem wel. Dat ging net aan goed. Dat ging allemaal net aan goed, hé. Eens even, waarom doet hij het nou niet meer? Nu moet hij weer landen. Landen. Dat was een paal. Dat was wel heel snel. Kijk eens, ik denk dat ik het eigenlijk wel mooi vind geweest nu. Ik had niet verwacht dat hij zou opstijgen. Dat verklaart nou maar weer, hè.
Roze maakt hem gewoon nog sneller samen met groen. Oh, wat een mooie auto heb ik gemonteerd. Ik hoop dat Roy hem mooi vindt. Ik ga hem een keer aan hem laten zien de eerste volgende keer dat ik hem spreek. Ah, en dat lijkt me zo leuk om te doen, om deze auto aan hem te laten zien. Zeker dat ik hem nog... Ik denk dat hij dit zelf ook mooier vindt dan het rode wat hij huidig heeft. Kijk eens, ik ga terug naar de garage. Gaan we hem neerzetten. Oh, oh, en misschien dat we er dan... Oh, wat gaat die snel, hé? Wow, oh, drift, drift, au. Hekje dood, drift. Tegen een paal, of gebouw. Zo, we zijn weer veilig aangekomen hier bij de garage. Hoppakee. We zetten hem hier binnen neer voor veiligheid. Het is altijd handig om voor veiligheid hier binnen neer te zetten. Hoppakee, zo. Ah, kijk eens, wat een prachtautootje is het geworden, hè, uiteindelijk. Hij heeft het zo goed gedaan, hij heeft zo goed gepresteerd, die R8. Wat leuk! Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Kijk eens, doe allemaal even een duimpje omhoog. We gaan voor 5000 likes. Ik heb 4000 likes gevraagd bij de vorige, maar bij deze ga ik vragen om 5000 likes. Dat is zoveel. Dus abonneer allemaal eventjes, like even de video en dan spreek ik jullie in de volgende video. Spreek je later, glaasje water, telt 4 flesjes bier. En doei! Yeah.